was het vroege christendom een mysteriecultus. Vanuit de Fuse in Brussel, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dames en heren, wij gaan ons samen buigen over een van de meest fascinerende en ook een van de meest bediscussieerde vraagstukken in de godsdienstgeschiedenis van de oudheid. Wij gaan daarvoor samen 2000 jaar terug in de tijd, naar het Romeinse Rijk, dat op dat moment ook al het nabije Oosten omvatte. De Grieks-Romeinse religie in dat rijk kende zeer veel verschillende goden. Een Romein geloofde dat die goden bescherming boden als ze op de juiste manier werden vereerd. Romeinen hadden er trouwens weinig problemen mee om de goden te erkennen van de volkeren die zij in hun rijk inlijfden. Het aanbod aan vereerde goden was dus eigenlijk gigantisch. Maar welke goden je nu specifiek vereerde, werd vooral bepaald door de plek waar je geboren werd. Dat verschilde zelfs van familie tot familie. De belangrijkste beschermgoden van Rome zijn Jupiter, Juno en Minerva. De manier waarop goden vereerd worden, rituelen en zo verder, dat noemen we de cultus. En gewoonlijk is de cultus binnen de Grieks-Romeinse religie openbaar en publiek. Denkt u aan grote processies die door de straten trekken met dans en muziek, festivals en offers. Maar er zijn binnenin de Grieks-Romeinse religie ook culten die niet openbaar waren of gedeeltelijk niet openbaar. Sommige goden, zoals bijvoorbeeld de Egyptische Isis of de Griekse Dionysos en Demeter, hadden naast een openbare cultus ook een geheime mysteriecultus. En wat daarin gebeurde, wist alleen wie ingewijd was. Een zeer opvallend verschil met die publieke culten. Want deelname aan een mysteriecultus berustte op een persoonlijk initiatief en was alleen mogelijk na een inwijdingsritueel. De vroegste mysteriecultus ontstonden vermoedelijk al in de 7e eeuw voor onze tijdrekening in Griekenland. Maar voor onze vraag moeten we terug naar het begin van onze eigen tijdrekening. Ook al wist niet iedereen wat de precieze inhoud van de mysteriecultus was, toch nemen wij aan dat het algemene idee van een geheime kern van riten en mythen in het begin van onze tijdrekening een algemeen bekend gegeven was binnen in de Grieks-Romeinse cultuur. En het is binnen die Grieks-Romeinse cultuur dat in de eerste eeuw een nieuwe religie ontstaat, het christendom. Voor de vroegste wortels van het christendom moeten wij naar Palestina, dat op dat moment ook een onderdeel is van het Romeinse Rijk, maar wel een waar de belangrijkste godsdienst het jodendom was, met de verering van één god. Jezus en zijn eerste volgelingen waren joden die het jodendom wilden vernieuwen en niet de intentie hadden om een nieuwe religie te stichten. Het christendom wordt pas een nieuwe religie buiten Palestina, op het moment dat ook niet-Joden zich bij de Jezusbeweging gaan aansluiten. Op dat moment worden de oorspronkelijke Joodse rituelen en geloofsinhouden over de verrezen Christus zeer ingrijpend veranderd. En nu kom ik to the point. Want wat zien we? Dat die nieuwe religie zich manifesteert als een religie die opvallende gelijkenissen vertoont met die Grieks-Romeinse mysteriecultus. Om te beginnen bijvoorbeeld dat element van een persoonlijk initiatief en het feit dat de eigenlijke inhoud van het vroege christendom verborgen bleef voor wie niet ingewijd was. En die inwijding, dat was het doopsel. Maar daar stoppen de gelijkenissen helemaal niet. Er zijn ook een hele reeks van rituelen die goed op elkaar lijken. En zelfs de Latijnse en de Griekse woorden die worden gebruikt om enerzijds over de mysteriecultus te spreken en anderzijds over het vroege christendom, zijn soms dezelfde. En hebben we nog niets gezegd over het idee dat het sterven en de dood op de een of andere manier overwinnen een motief is dat we in sommige mythen van de mysteriecultus terugvinden, die dus een opvallende gelijkenis tonen met de verrezen Christus. Zoals bijvoorbeeld de Egyptische god Osiris, die door zijn jaloerse broer Set in stukken wordt gehakt en daarna door zijn rouwende zus Isis terug tot leven wordt gebracht. Nu, betekent dat nu allemaal dat het christendom helemaal hetzelfde was als die mysteriecultus?
om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten wij toch samen eerst eens beter kijken naar wat die antieke mysteriekulten inhielden. En ik kan u vertellen dat er bibliotheken vol zijn overgeschreven, maar wij gaan ons hier beperken tot drie belangrijke kenmerken. Eerst en vooral dat punt van persoonlijk initiatief. Deelname aan die culten gebeurt niet automatisch door de plek of de familie waarin je geboren bent. Ten tweede, die geheime mysterierituelen, die geheime inwijdingsrituelen, die speelden een centrale rol binnen in deze culten. Maar wat ze precies inhielden, is echt een goed bewaard geheim gebleven. Ik kan u niet vertellen hoe frustrerend het is om antieke getuigenissen over die antieke mysteriekulten te lezen en telkens op het moment dat je denkt, ja, nu komt het, nu gaan ze vertellen wat ze eigenlijk deden, dan stopt het en wordt de muur van stilzwijgen opgetrokken. En toch zien we in die antieke getuigenissen een aantal elementen vaak terugkeren. Het idee van een beproeving bijvoorbeeld, van het opwekken van angst om daarna tot euforie te komen, van een einde en een nieuw begin, van een symbolische dood en een nieuw leven. Dat zien we trouwens ook, dat element van beproeving, op afbeeldingen die we hebben over de mysteriekulten. Bijvoorbeeld de prachtige villa van de mysteriën in Pompeji, die rondom rond de muren bekleed zijn met fresco's waar de inwijding van een jonge vrouw wordt voorgesteld en waar u duidelijk dat element van een beproeving ziet. En ten derde moeten we het nog hebben over het element van onsterfelijkheid. Nu, wij nemen eigenlijk vandaag aan dat die mysteriekulten hoofdzakelijk gefocust waren op welzijn in dit leven, op een goede gezondheid bijvoorbeeld of op een geslaagde oogst. Maar verschillende mysteriegoden, zoals bijvoorbeeld de Griekse godin van de landbouw, Demeter, waren verbonden aan de vegetatiecyclus. En zij heersen dus over leven en dood in de natuur. En het is vanuit dat idee dat we zien dat in sommige mysteriekulten er eigenlijk wel degelijk een vorm van gelukzalig hiernamaals aan de ingewijden beloofd werd. Goed, zien we nu dat het christendom ook aan die drie kenmerken beantwoordt? Toch eerst en vooral een hele belangrijke opmerking. Het christendom bestaat niet. Het gaat dan wel over de verering van één God, maar toch waren er vanaf het prilse begin uiteenlopende groeperingen met verschillende opvattingen over die God, over de Christus en ook over de cultus. Wij moeten dus alweer veralgemenen. Maar goed, eerst en vooral dat element van persoonlijke keuze. Ja, absoluut. Ook een inwijding, toetreding tot het vroege christendom gebeurde op basis van persoonlijk initiatief. Het is pas veel later, het moment bijvoorbeeld dat het christendom een staatsgodsdienst wordt, dat dat automatisch bepaald wordt. Ten tweede, dat idee van een geheim en van mysterie-inwijdingen. Ja, ook in het christendom is het centrale ritueel, en dat is de Eucharistie, verborgen voor wie niet ingewijd is en niet gedoopt is. Op dat moment moesten niet-gedoopten bijvoorbeeld soms ook gewoon de ruimte verlaten. En ten derde, dat element van onsterfelijkheid. En kijk, hier botsen we echt op een essentieel verschil tussen de mysteriekulten en het vroege christendom. Want in die antieke mysteriekulten en de Grieks-Romeinse religie in het algemeen lag de focus heel sterk op rituelen. Terwijl we in het vroege christendom ook een focus hebben op geloof. In de mysteriekulten draaide het volledig om wat je deed en veel minder om wat je geloofde. We zien bijvoorbeeld in die mysteriekulten dat er wel een losse onsterfelijkheidsgedachte is, maar er was geen geloofsbelijdenis. Nu, ook in het vroege christendom speelden rituelen een belangrijke rol, maar dat element van geloof was evenzeer echt centraal belangrijk. Het is door de Eucharistie en het is door het geloof in de verrijzenis van Christus dat een christen zelf toegang krijgt tot het hiernamaals. We zien dus dat er desondanks nog altijd een aantal gelijkenissen overeind blijven staan. Wat doen we daar als wetenschapper nu mee? Mogen wij zomaar aannemen dat het christendom dat allemaal heeft overgenomen van die oudere mysteriekulten? Kan het misschien zijn dat het toeval is? We gaan er subiet op terugkomen. Maar eerst zou ik u graag iets willen vertellen over de gevoeligheid van dit soort van vergelijkend onderzoek. Dat vergelijkend onderzoek naar het vroege christendom is volop op gang gekomen in de 19e eeuw. En wij mogen daar best wel trots op zijn, want een van de grondleggers van dat onderzoek was een Belg.
Frans Cumont was dé grote pionier van het wetenschappelijk onderzoek naar de mysteriecultus van de Perzische god Mithras en naar andere Oosterse goden die in het Romeinse Rijk werden vereerd. Zijn onderzoek was baanbrekend, omdat hij die mysteriecultus wilde bestuderen als een doel op zich en niet om hun inferioriteit ten opzichte van het christendom aan te tonen. En zijn onderzoek heeft zeer veel gelijkenissen tussen die mysteriecultus en het christendom blootgelegd. Daardoor heeft hij zware problemen gekregen met de toenmalige katholieke minister van Onderwijs, die hem een hele belangrijke benoeming aan de Universiteit van Gent heeft geweigerd. U ziet dat dat onderzoek zeker niet altijd risicoloos is geweest en het blijft tot op de dag van vandaag soms gevoelig. Maar goed, terug naar onze verklaring van onze gelijkenissen tussen het vroege christendom en de mysteriecultus. In de vergelijkende godsdienstwetenschappen zijn een aantal regels ontwikkeld om die gelijkenissen te verklaren. Eerst en vooral moeten wij zeker zijn dat we het hebben over echte gelijkenissen. En daarmee bedoel ik dat we zeer goed voor ogen moeten houden wat we precies aan het vergelijken zijn. Het feit bijvoorbeeld dat eenzelfde Latijnse of Griekse woord zoals het Griekse mysterion in twee religies terugkomt, betekent niet dat dat woord ook dezelfde betekenis heeft. En datzelfde onderscheid moeten we ook maken als we het hebben over de rituelen. Er is een onderscheid tussen de rituele handeling en de betekenis die gelovigen aan die handeling gaan hechten. Ze moeten altijd zeer goed nadenken over het verschil tussen het belang, functie en ook de betekenis van wat we aan het vergelijken zijn. En ten tweede moeten we natuurlijk kunnen aantonen dat er historisch contact is geweest. Want gelijkenissen kunnen inderdaad puur toeval zijn. Zij kunnen het gevolg zijn van een puur interne onafhankelijke ontwikkeling. En tenslotte mogen we natuurlijk ook niet uitsluiten dat de mysteriecultus het christendom hebben geïmiteerd. Laten we die gelijkenissen of die regels voor gelijkenissen nu specifiek toepassen op één voorbeeld, het doopsel. In het vroege christendom was het doopsel een gedeeltelijke of een volledige onderdompeling onder water. En de rituele baden zijn ook geattesteerd in de mysteriecultus. De rituele handeling is dus min of meer dezelfde. Maar als we nu eens gaan kijken naar de functie, dan zien we onmiddellijk een groot verschil. Want in de mysteriecultus waren die rituele baden voorbereidingsrituelen die voorafgingen aan de eigenlijke inwijdingsrituelen. En wat de inwijdingsrituelen waren, dat weten we niet. Dat is een geheim gebleven. Als we dat nu vergelijken met de positie van het doopsel in het vroege christendom, dan zien we daar dat het doopsel de centrale inwijdingsrite is. Dus u ziet dat de functie eigenlijk helemaal anders is. Laten we eens kijken naar de betekenis. Want als we kijken naar de betekenis die sommige vroege christenen aan het doopsel hebben gehecht, dan zien we de gelijkenis met de mysteriecultus terugkomen. Laten we kijken naar een voorbeeld uit Paulus. Paulus is de auteur van de oudst bewaarde christelijke geschriften, de brieven van Paulus. Paulus was een Jood die Jezus zelf niet heeft gekend. En hij was een van die mensen die geloofde dat de Jezusbeweging moest worden opengesteld voor niet-Joden. En in zijn brieven spreekt hij vaak een taal die aan de mysteriecultus doet denken. Zo bijvoorbeeld wanneer hij het in de brief aan de Romeinen heeft over het doopsel. Want daar beschrijft hij dat degene die ingewijd wordt, degene die gedoopt wordt, eerst onder water gedompeld wordt en dus eigenlijk sterft zoals de Christus. En wanneer die terug boven water komt, die als het ware een nieuw leven begint zoals de Christus. Dus een einde en een nieuw begin. Een symbolische dood en een nieuw leven. En dat doet eigenlijk meteen een belletje rinkelen. Nu, wij weten niet of Paulus rechtstreeks de mysteriecultus heeft gekend. Maar wij weten wel dat Paulus is geboren op een plek waar die Grieks-Romeinse cultuur zeer sterk aanwezig was. Kijk, als we nu eens alle gelijkenissen die nog overeind blijven op een rijtje zetten, dan zien wij dat ze vanaf de 3e en de 4e eeuw van onze tijdrekening heel sterk toenemen. En dat is niet toevallig het moment waarop meer en meer mensen zich bekeren tot het christendom. Dat is ook het moment waarop de kerk doelbewust elementen uit de Grieks-Romeinse religie recupereert. En het is ook het moment waarop we niet kunnen uitsluiten dat de mysteriecultus christelijke elementen heeft geïmiteerd. Dus, was het vroege christendom
een antieke mysteriecultus. Voor sommige christelijke bewegingen kunnen wij zeggen dat het antwoord zeker positief is. Maar in de meeste gevallen moeten we toch voorzichtiger zijn. Het vroege christendom en de mysteriecultus hebben ondanks duidelijke verschillen een aantal opvallende gelijkenissen, omdat zij groeiden en bloeiden in dezelfde Grieks-Romeinse cultuur. Het christendom is geen religie die ontstaan is op een plek waar er daarvoor geen andere religies waren. Het heeft zich bediend van de religieuze elementen en de religieuze taal die al voorhanden was, en dus ook van die over de mysteriecultus.